In afwachting van de opening van de jaarbeurs voor de lerarenstaking van vandaag hebben enkele leraren zich al teruggetrokken in het Centraal Station, waar zij even dus afwachten totdat de jaarbeurs open gaat. Wij zijn er vandaag bij de Jaarbeurs Utrecht, waar stakende leraren vanuit het hele land bijeen zijn gekomen om hun onvrede te laten blijken over het kabinetsbeleid. Op de website van de Algemene Onderwijsbond stond te lezen dat er op minstens 723 scholen wordt gestaakt en dat er zo'n 20.000 stakers zijn. Wij gaan op onderzoek uit. Wat is uw reden om vandaag hierbij aanwezig te zijn? Ik ben conciërge, ik ben geen docent, maar ik sta solidair met de docenten. Het onderwijs is iets prachtigs, iets moois en dat moet ook zo blijven, vind ik. Om te laten zien dat we het helemaal niet eens zijn met al die dingen die geregeld worden voor het onderwijs natuurlijk. Het is al jaren geleden begonnen. Al de bemoeienis van de overheid brengt de school in de problemen. Zij maken mooi sier in de politiek, oh, gratis boeken. Maar de school die krijgt maar een minimumbedrag terug. Het is meer dan wat zij geven. We komen als school daarmee in de problemen. En zo is het elke keer ook met dit weer. 1040 uur, wij kunnen straks gratis overwerken. Dat word ik zat. Dat is duidelijk gebleken dat scholen in de problemen komen. Omdat ze dan geen docenten hebben en dat dus kinderen daar maar zitten. Wij doen het ook braaf. In toetsweken moeten de kinderen tussen de toetsen door op school blijven. Nou, en ze zouden thuis beter kunnen studeren, zeg maar. Maar dat mag dan dus niet. Mensen kunnen wel zeggen dat iemand in het onderwijs veel te veel vakantie heeft. Maar dan hebben ze blijkbaar nooit in een gezin met iemand uit het onderwijs gekeken. Want de meeste docenten werken elk weekend. De helft van de vakantie zit je ook voor te bereiden en na te kijken. Ik bedoel, een docent is iemand met hart voor de kinderen. Daarom werkt hij gratis over en doet hij van alles wat een andere werknemer echt niet zou doen. En als ze dat dus gaan veranderen, ja, dan gaat het helemaal mis met het onderwijs. Op zoiets mag je gewoon niet bezuinigen. Het is gewoon heel dom. Wat is jouw reden om vandaag hierbij aanwezig te zijn? Voor mij persoonlijk met name de bezuinigingen in het passend onderwijs. Die effect, ik geef les in het regulier onderwijs, maar door alle bezuinigingen in het passend onderwijs zullen daar scholen ook drastisch moeten kijken hoe ze het gaan doen. Met als gevolg leerlingen die extra zorg nodig hebben, toch binnen het reguliere onderwijs zullen, het zogenaamd passend onderwijs, dat ze doen bij ons. Ik ben daar niet voor opgeleid. Ik wilde best cursussen vervolgen, et cetera. Maar ja, in deze tijd van bezuinigingen is daar natuurlijk ook geen geld voor. Die kinderen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. Plus, de rest van de kinderen die in mijn klas zitten, die ook aandacht behoeven. Er is minder aandacht, omdat sommige kinderen hebben zoveel individuele aandacht nodig. Dat gaat ten koste van de rest. Wat je nu merkt binnen bij ons, wat betreft de rugzakleerlingen, leerlingen die extra hulp behoeven, daar zijn gelden voor. Begeleiders worden daarvoor aangesteld. Dus er zijn regelingen waarbij het treft, maar in sommige gevallen zie je gewoon nu, het begint steeds meer en meer en meer en meer te worden. En als het geld er niet voor is, dan moet toch op een of andere manier gaan mensen toch beslissen, oké, wie heeft het meest nodig? En dan ga je schalen ten opzichte. En dan vallen kinderen die wel nodig zouden moeten hebben, maar omdat het geld er gewoon simpelweg niet is, die vallen er buiten. Dus dat begin je nu al te merken. Ik hou van mijn werk, met leerlingen werken, lesgeven vind ik fantastisch. Dat een vakantiedag hier en daar, daar kan ik ook helemaal mee leven. Maar de manier waarop slaat in elk ander bedrijf, zouden mensen flippen, zou iedereen uit zijn plaat gaan. En bij ons wordt geacht van, ja nee, jullie moeten niet zozeer, jullie hebben het al zo goed, niet piepen. Maar ja, met alles erbij, het is gewoon een opeenstapeling. En ja, als je ziet hoeveel mensen er nu ook gaan zijn, ik had het echt niet verwacht. Dat laat wel zien dat er echt wel iets leeft bij de mensen. Ik ben onderwijsbestuurder en wij hebben al onze scholen gesloten. Met de oproep om iedereen om maar naar Utrecht te gaan. En waar ik nou het meest van baal is dat de minister zegt dat wij gaan over het hoe en dat zij gaat over het wat. En dat ze dan vervolgens erbij zegt dat wij het hoe wel in 1040 uur moeten doen. Dan wordt het geld wat voor materiële bekostiging wordt afgedragen al 10 jaar lang bevroren. Alle prijzen gaan omhoog. En dan kunnen wij dat best wel betalen, maar dan hebben we dat geld heel hard nodig om de kachel te laten branden.
En dus moet ze van ons niet verwachten dat we dan allebei de dingen tegelijk kunnen doen. Dus moet er iets van de onderwijstijd af om de gebouwen warm te houden. Dat is iets wat wij dan kunnen uitmaken zonder dat we kwaliteit verliezen. Maar als ze nu gaat eisen dat het alsnog 1040 moet worden, dan hebben we daar het geld niet voor. En dan zullen we dus moeten stoppen. Ik weet niet hoe dat komt, maar het was natuurlijk haar innerlijke overtuiging om 1040 aan te houden. Dat heeft ze weggegeven in de onderhandelingen. En als een goede bestuurder denk ik dat je dan dat ook moet accepteren. Maar toen ze de kans schoon zag, en ik vermoed een politieke koehandel, heeft ze gedacht, laat de PVV dan maar de verantwoordelijkheid nemen. Maar ze had zelf gewoon kunnen zeggen, dat voer ik niet uit. Vindt u dat u door de minister nu nog in de gelegenheid wordt gesteld om werkelijk het beste aan uw leerlingen te bieden? Als de minister toezicht zo inzet dat wij die 1040 moeten gaan halen. En dat ze, als we dat niet doen, daar boetes op legt. Dat heeft ze tot nu toe gedaan. Dan kunnen wij niet meer bieden waar leerlingen recht op hebben. Want dan moeten we namelijk nog meer geld inleveren. En dan kunnen we die 1040 al helemaal niet halen. En dan krijgen we dus de spanning tussen wat we moeten doen en wat we kunnen doen. En als we dan zeggen 1040 uur moet ingevuld worden, dan zal het dus ergens anders af moeten. Dus minder begeleiding, minder reizen, minder culturele ontwikkeling, minder brede ontwikkeling. En dan versmallen we het aanbod dus tot simpele lessen. En ik zie dat nu gebeuren al in het VMBO, basis en kader. Daar zie je dus langzamerhand leerlingen binnenkomen waar de leraren niet voor geschikt zijn. Dus dat betekent onrust in de groep, onrust in de klas. En daarmee dus gaat de kwaliteit van het onderwijs hard achteruit. Tot slot, één laatste vraag. Stel u zou de minister van Onderwijs een advies mogen geven. Wat zou dat dan zijn? Ga de dialoog aan met het veld. Schrijf niet voor, maar stel eens vragen. Als ze mij zou vragen, hoe zou je dat nou doen als wij vragen om 1040 uur in te vullen? En ik leg uit wat ik wel en wat ik niet kan. En zij zegt dan, dat vertrouw ik. Nou, zo zou ik bestuur ingevuld willen zien. Maar helaas zit de politiek anders in elkaar. Super, hè?